Kijk, Knot kan dat veel beter beoordelen. En als hij dat zegt, dan is dat ook zo. Want hij heeft die informatie. Maar ik ben bang dat het nog erger is. Ik ben bang dat dat ook buiten Nederland minstens zo erg is als in Nederland. En dat betekent dat we ook echt met een grootschalig plan moeten komen om te zorgen dat we de criminaliteit beter aanpakken. Want laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk uiteindelijk zijn dit criminelen. Vaak is het georganiseerde misdaad die ervoor zorgt dat geld wordt witgewassen en daar banken voor gebruiken. Verder hebben banken natuurlijk een hele belangrijke rol als poortwachter. Die moeten zorgen dat ze voldoende investeren om te zorgen dat dat geld niet wordt witgewassen. Maar wat ik wel vind, wat de overheid ook moet doen, is zorgen dat we banken ook voldoende in staat stellen, bijvoorbeeld met het kunnen uitwisselen van informatie. Misschien dat ik één voorbeeld mag geven, wat ik zelf altijd toch tenenkrommend vind. Op het moment dat een bank zegt, we hebben nu iemand gevonden die we echt niet vertrouwen en die wordt de bank uitgewerkt, dus daar wordt de rekening opgezegd, dan kan diegene gewoon naar de bank, bijna letterlijk aan de overkant van de straat lopen. En die opent daar vrolijk weer een rekening. Ja, dat vind ik niet acceptabel. Dus die regels moeten anders. Dus dat betekent dat wij banken zelf ook moeten helpen. Dat ontslaat ze niet van de plicht. En daar heeft Knot ook groot gelijk in. Om meer te investeren en te zorgen dat ze zelf alles op alles zetten om dat witwassen te bestrijden. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat we banken ook moeten helpen. Want dit is uiteindelijk een heel groot probleem voor de samenleving. Maar als u zegt banken helpen, bijvoorbeeld met het ene voorbeeld wat u noemt, dan betekent dat veranderen van de regels dat ze voortaan wel die informatie kunnen uitwisselen. Nou, we moeten in ieder geval nu samen met die bank en ook met de Nederlandse bank kijken. Wat kunnen we nou doen? Wat vinden we nou redelijk ten aanzien van informatieuitwisseling? Terwijl we tegelijkertijd natuurlijk de privacy van burgers ook wel heel hoog hebben zitten. Dus dat moeten we met elkaar in balans brengen. En dat laatste stukje is, ik ben met al mijn internationale collega's in Europa, heb ik gezegd, ga er nou maar vanuit dat dit echt niet een exclusief Nederlands probleem is. En dat erkennen ze ook. Want ja, neem een bank in een willekeurig buitenland. Als dit in Nederland gebeurt, bij de banken die wij hebben, met het toezicht, wat toch bovengemiddeld goed is in Europa, als je het vergelijkt met andere landen, durf ik wel te zeggen. Ja, reken maar dat dat dan echt een Europees, om niet te zeggen een mondiaal probleem is.